ben Angela en ik ben hier vandaag in Museum Kranenburg bij de expositie van Taejong King. En vandaag heb ik weer een nieuw dansidee. De inspiratie voor het dansidee van vandaag is dit boek, getekend door Taejong King. En het gaat over de kunst van Jeroen Bos. Een aantal tekeningen uit dit boek hangen ook op de expositie. En de expositie is ook online te bekijken op de website van Museum Kranenburg. Daar kun je echt door de expositie heen wandelen. De tekenaar Taejong King is zelf eigenlijk ook een danser. Alle sprookjesfiguren, helden, de magische wezens, de monsters in zijn tekeningen lijken wel te bewegen op papier. Kijk naar de tekeningen van Taejong King en kies 4 houdingen uit van magische wezens. Hiermee ga je zo je dans maken. Stop nu het filmpje, kies een leuk muziekje uit en ga die houdingen op volgorde oefenen. 1, 2, 3 en 4. Vandaag dansen we samen. Dit is Kavita. Kavita heeft ook 4 houdingen bedacht. We dansen de houdingen om de beurt, elke houding 4 tellen. Pauzeer deze video en oefen dit samen. Nu dansen we de houding in 2 tellen om de beurt. Dus het gaat dan ietsje sneller. Nu is het jullie beurt. Dans nu de houdingen aan elkaar. In plaats van stops blijf je dus de hele tijd in beweging. Bewegingen die passen bij de magische wezens. Je kunt van houding 4 terug naar houding 1 gaan, dan blijft je dans doorgaan. Pauzeer deze video en oefen dit samen. Als je geen danspartner hebt, kun je ook een voorwerp gebruiken. Bijvoorbeeld een tafel, een bezem of een stoel. Je kunt daarmee ook 4 houdingen bedenken en die in tellen doen of aan elkaar dansen. Hopelijk hebben jullie met plezier meegedanst. Je kunt ook nog elkaars houdingen en bewegingen aanleren, dan heb je echt een mooie dans. Dank jullie wel voor het meedoen. Blijf in beweging en tot de volgende keer.